en heren, goedemiddag. Ik zie dat er toch een heleboel mensen de kerstborrels zijn kunnen ontlopen. Die allemaal hier zijn vandaag. Want er zijn er heel veel, hè, vandaag, kerstborrels. Welkom allemaal. Niet de laatste vrijdag van de maand. Want volgende week zitten we tussen kerst en nieuw. Dat leek ons niet handig. Dus we gaan vandaag gewoon lekker op de 20e het Gelderland Nieuwscafé draaien. Tegenover mij, ik hoef ze eigenlijk niet meer voor te stellen. Hè, Wieke Vrijhoef. De co-assistent van vandaag, of sidekick werd het al genoemd, whatever. Ja, voor sidekick doe ik het wel, hoor. Ja, doe je het? Ja, welkom in ieder geval. Dat is weer een nieuwe manier van voorstellen. Wie is dit? De sidekick van Herman. Ja, alsjeblieft, hè. Nee, dat gaan we niet doen. Goed. Welkom, ben blij dat je er bent, in ieder geval. We gaan het straks hebben met, helemaal rechts, Jackie Brakels over de metworst. Metworst rennen. Shaki Brakels, welkom. Shaki, ja. Over de metworst rennen. We gaan straks uitleggen wat jij met de metworst hebt. Daarnaast Jos Verstraeten. Jos Verstraeten is de laatste voorzitter van de afdeling Sint-Tunis van de ZLTO. Ja. We gaan het over boeren hebben, die zijn hartstikke hot vandaag. En we gaan kijken of we het allemaal uitgelegd krijgen binnen de tijd die we ervoor hebben. Dat is een uitdaging, Jos. Ik denk het niet. Vast wel. En daarnaast Gertie Mooren. Gertie weet alles over muziek. Semper Unitas, jij doet aan rouwverwerking. Gaan we het ook over hebben. Mm-hmm. Maar Wieke, ik wou eigenlijk heel even met jou beginnen, als dat mag. Jij hebt dit seizoen ben jij begonnen met jouw Cabaret College. Ja. Afgelopen zondag geweest, hè? De laatste keer, zeg ik dat ja, goed? Nee, zo weer één zondag zelfs daarvoor. 9 december had ik de laatste. 9 december geweest, ja. 8 december, ja. Hoe was het? Om dat te doen. Het was echt heel erg leuk. Ik heb het echt met heel veel plezier gedaan. Het was ook wel een proces. Ik heb 4 cabaretcolleges gedaan. Ik heb wel ook met het publiek vastgesteld dat het eigenlijk geen cabaretcollege was, maar meer een soort van cabaret experience. Nou ja, in ieder geval, dat kreeg ik toen terug. Het was leuk. Er waren steeds 60 tot 70 mensen bij. Okay. En ik heb er zelf in ieder geval heel veel van geleerd. En ik hoop dat de mensen er ook veel van geleerd hebben. Want ik heb het niet gezien, hè? Wat doe je daar precies? Leg eens even uit. Ik heb 4 thema's gedaan. Het eerste was echt de vroege geschiedenis van het cabaret. Dus hoe is cabaret naar Nederland gekomen? Dat was ook wel leuk, omdat je hebt, zeg maar, als je de grote 3 vraagt, dan kan iedereen daar wel een soort van een antwoord op geven. Grote 3 in het cabaret. Wim Kan, Toon Hermans en Wim Sonneveld. Ja, precies. Maar dat waren dus eigenlijk niet de grondleggers van het cabaret. Dat waren nog weer 3 anderen. Dus daar heb ik het eerste college over gehad. Tweede over de verschillende stijlen in cabaret. Want natuurlijk toch, je hebt enorme verschillen in wat mensen doen. Dus als je Micha Wertheim naast Theo Maassen zet, heb je natuurlijk een totaal ander cabaret. Ja. Of Paulien Cornelissen. Of waar komt dat allemaal vandaan? Waar heeft dat zijn oorsprong in? Dus daar hebben we het over gehad. Toen heb ik een college gedaan helemaal over vrouwen. En dat vond ik zelf echt de allerleukste om te doen. Ja, het was echt te gek. Ik had ook echt, dan ga je biografieën lezen en je gaat je daarin verdiepen. En ik had het college toen op zondag. En op zaterdag kwam de documentaire uit over Jasperina de Jong. Dus toen ben ik half Nederland doorgereisd om die documentaire ergens te gaan kijken. Dus ja, dat was echt te gek. En de laatste ging over de oudejaarsconferentie, wat natuurlijk een heel typisch Nederlands verschijnsel is. Ja. Volgend jaar weer? Ik weet, dat weet ik nog niet. Eerst eventjes, nee, ik ga eerst eventjes soort van hiervan bijkomen. Want het was ook best wel heftig. Want ik had er dus 1 per maand, september, oktober, november, december. En ik had dan ook de drukste periode hier bij de Weijer. Dus ik dacht ook van, het is ook wel lekker om gewoon even rustig aan. Nee, goed, dan kun je nog even een halfjaartje bijkomen. En dan straks in augustus weer gewoon. Ja, nou ja, als ik weer iets ga doen, dan wel de tweede helft van het seizoen. Dat heb ik in ieder geval al geleerd. Ja, want dan heb je de drukke periode met planningen voor het theater achter de rug. Ja. En dan mag je daarna zelf. Ja, het was wel echt leuk. Je leert ook hele basale dingen die je normaal gesproken niet beseft. Dus bijvoorbeeld, jullie voelen het nu ook. Je zit onder die theaterlampen, dat is echt super warm. Weet je wat? Dus dat ik ook, of dat ik de eerste keer, dat ik ga dus 2 keer 3 kwartier sta ik dan op dat podium. Dat je energie heel slecht verdeelt. Dus de eerste keer was ik sowieso natuurlijk het zenuwachtigst. Maar dat je dan die 3 kwartier ben je gewoon uitgespeeld. En toen was een vrienden van mij in de zaal, die gingen in een pauze even gezellig kletsen. In de tweede helft kwam ik bijna niet meer door, joh. Ik was echt kapot. Dus dat leer je dan. En die 2 keer daarna ging dat heel goed. Ging ik even naar de kleedkamer, ging ik even wat drinken, even tot mezelf komen. En dan kom ik die tweede 3 kwartier weer met volle
kracht en enthousiasme erin. Maar ja, dat zijn, en dat is ook leuk, omdat je ervaart iets wat mensen die jij boekt hier altijd ervaren als ze op een podium staan. En ook dat ik me besef hoe belangrijk try-outs zijn. Dus dat je ook echt denkt van, oh ja, ik deed dan daar. Ik had wel een doorloop, dus elke keer van tevoren met Peter Paul deden we hem 1 keer... 's middags en dan 's avonds de volgende. Ik moet zo ophouden met praten voordat ik... We hebben een uur, dus... Maar, Maar die try-outs zijn natuurlijk... Ik zou nu al die colleges volledig anders gaan indelen al. Ik zou ze helemaal op de kop gooien, andere fragmenten gebruiken. Weet je wel? Dus ja, ik snap wel dat je een soort van probeerfase nodig hebt om echt een heel goed product en een goede show neer te zetten. Dus dat is gewoon... Op heel veel vlakken heb ik me kunnen verdiepen in mijn vak. Dat is echt te gek. Dus als we afspreken dat het volgend jaar nog beter is, dan kom ik. Oké, deal. Ja? Afgesproken. Ja. Goed zo. Gaan sowieso we door... beter, dat is wat leren is natuurlijk. Dus... Ja. Gaan we door naar de Metworst. Dat was goed. Ja. Jij gaat een documentaire maken over de Metworst. Ja. Waarom? Buiten mezelf om vind ik dat zo'n unieke oude traditie met meerdere lagen en waar al eigenlijk eeuwenlang mensen in hun dorp als Boksmeer zich mee bezighouden, dat verdient gewoon een keer een fatsoenlijke documentaire die nog nooit over de Metworst is gemaakt. Natuurlijk wel regelmatig korte nieuwsitems, korte dingetjes. Volgens mij vroeger bij zo'n oud bollig programma, ik ben nou even de titel kwijt. Weten jullie het? Ja, zoiets, een soort ontdek je plekje, maar dan heette het net toch weer anders. Maar in ieder geval, het is zo'n mooi verhaal. Het is een historisch verhaal, het is mysterieus. Want niemand weet natuurlijk of de oorsprong, hoe dat precies zit. Er wordt ook nog steeds door amateurhistorici in Boksmeer, wordt daar door Maurits Toetser en Frans Hendricks, wordt daar ook echt, die verzamelen ook alles, die zoeken dingen uit. En voor mezelf, ik ben opgegroeid met de Metworst. Ik kende de Metworst al jaren voordat ik een keertje mee mocht met mijn ouders. En daar heb ik ze volgens mij echt de oren van de kop gezeurd. Ja. Dus ik was er altijd al door gefascineerd, gewoon het hele gedoe er rondomheen. En nou ja, en uiteindelijk ben ik nu een videoproducent met als allergrootste hartewens om mooie... geschiedenis, cultuurhistorische verhalen te vertellen. Nou, de Metworst is er daar één van. En vooral ook verhalen die eigenlijk nog nooit echt heel goed, fatsoenlijk verteld zijn. Verbaast me eigenlijk, want... Mij ook. Ik denk van ja, de Metworst, iedereen kent, tenminste, als je hier uit het Land van Kuik komt, kent iedereen de Metworst. Kijk, als je in Waalwijk komt, kan ik me voorstellen dat ze daar zoiets hebben van, waar gaat het over? Ja, ja. Nou ja, op de rembaan in Den Haag kennen ze de Metworst bijvoorbeeld ook. Maar heel veel mensen niet en... Ik vertelde toevallig gisteren op de sportschool, vertelde ik nog heel fanatiek. Ja, ik ben een documentaire aan het maken over de Metworst. En dan blijkt het een paardenrace te zijn. En dan snappen ze er niks van natuurlijk. Want, maar voor ons allen is het ook wel heel serieus. En heel iets waar we met z'n allen ontzettend trots op zijn. Ja, terwijl het toch misschien een rare combinatie is. Omdat je hebt het over iets heel serieus. Maar het is wel een carnaval, dus iedereen langs de kant is half dronken. Ja, goed zo. Ja, zo helemaal dronken dan? Nee, maar ik ben wel benieuwd hoe je het uitlegt. Dus als je niet ooit bij de Metworst bent geweest, of als je helemaal niet uit Boksmeer komt, hoe beschrijf je dan wat het is? Eigenlijk, ik ga carnavalsmaandag. Dat wordt een belangrijke rode draad. Dan volg ik 3 ruiters sowieso, buiten natuurlijk het hele verhaal. En terwijl we carnavals maandag met z'n allen meemaken in de film uiteindelijk, stap ik telkens een stukje terug in de tijd om te kijken hoe de ruiters zich hebben voorbereid, hoe het bestuur zich voorbereidt. Ik spreek met oud-koningen, met de zilversmid die ieder jaar door Nina Jielissen wordt gevraagd om weer een schildje te maken, om toe te voegen aan het koningsschild. Meneer Pastoor, die natuurlijk echt sinds die hier pastoor is, ieder jaar waanzinnig zijn best doet samen met Kees Thijssen om een fantastische carnavalsmis neer te zetten, waar ook alle ruiters aanwezig zijn en de blazers, de revijenblazers van de Metworst. En ja, als je erin duikt, dan blijkt dus... En kinderen die hebben dus op school, heel veel groepen 1 en 2 op basisscholen, die houden dus de laatste jaren een mini-Metworst. Dus die kinderen die knutselen een paar weken van tevoren in de knutselles een stokpaardje. En vervolgens gaan ze daar dus in de gymzaal gaan ze daar de mini-Metworst mee houden. En in sommige gevallen komt de koning ook nog met een aantal ruiters langs, met de Prins Carnaval.
Dus ja, het is gewoon heel gaaf om te zien ja, hoe een heel dorp eigenlijk zich bezighoudt. En dat is ook redelijk gemakkelijk te vertellen in een documentaire. Nina Jielissen is beschermvrouwe en actrice. En haar geef ik ook, heb ik met haar besproken en dat wil ze ook doen. Zij wordt de voice-over. En wat ik als vorm dan nog wel alvast wil verklappen, wat ik denk dat de documentaire ook echt een verhaal wordt wat ik vertel, is dat zij het verhaal vanuit de ogen van Aleida van Asselt gaat vertellen. De freule, die misschien wel en misschien niet ooit gered is door Boksmeers jongens. Dus het krijgt ook een hele bijzondere kant. Echt ja. Een documentaire met een heel aparte rand, denk ik, die er echt een twist aan geeft. Ja. Als jij Drie Ruiters gaat volgen, dan hoop je natuurlijk dat daar de winnaar bij zit. Ja, ik ga de huidige... Dat ja. weet ik niet. Ze kunnen ook alle drie in de eerste ronde eruit vallen. En ik denk, ja. dan wordt het dus echt, op dat moment wordt het enorm improviseren hoe we dat op gaan pakken. Ik zorg wel dat ik er met drie camerateams ben. Dus we volgen Roy van Hek, de huidige koning. Die heeft natuurlijk kans om te winnen. En dan, want voor hem is het heel spannend, niet eens zozeer of hij wint, maar als hij wint kan hij keizer worden. En... Ja, dat is natuurlijk een fantastische ja. verhaallijn. En ook een hele mooie ontknoping. Daarnaast volg ik Lucas de Bruin. Ook zeker een kanshebber. En Jelle van Kempen, die nu voor de 8e of 9e keer mee gaat doen. Dus hij begint ook echt een beetje, ja, er echt denk ik, van te dromen. Ja, dat hij nou toch echt een keertje gaat winnen. Dus ik denk dat ik een behoorlijke kans maak. Ik heb natuurlijk samen met de Vereniging de Metworst, heb ik niet de koning, die was er natuurlijk al. En die maakt het ook weer gaaf omdat Frank van Hek zijn vader in 92 na 13 keer koning is geworden. Die hele familie ademt de metworst ja. in. Ik heb ze langzamerhand ook leren kennen en zij mij. En ja, ik word eigenlijk gaandeweg alleen maar enthousiasme. En dan denk ik, ja, dit gaat gewoon gebeuren. En ja, ik kan me niet voorstellen dat het niet gaat gebeuren. Dus ja... Heb je content die je heel erg verraste? Dat je in je researchperiode of misschien wel tijdens het schieten dacht van... Nou, dit had ik echt niet verwacht of zien aankomen. Nee, niet dat ik dat, waar ik zo op kon komen. Want ik ben natuurlijk wel echt opgegroeid met het verhaal. En ik ben op mijn 19e Boksmeer uitgegaan. Mijn familie is hier gebleven. En de Metworst ben ik altijd om de paar jaar blijven volgen. En als ik er niet was, dan belde ik mijn moeder om... Op een gegeven moment op is het al bekend wie er gewonnen heeft. Ik wil altijd toch gewoon weten. En ja, dus het hele verhaal met Freule Aleida en de belaste hoeven. Het enige, kijk, want ik ben ook lid geworden van de Metworst, anders mag ik niet op de ledenvergadering naar binnen. En daar ging wel een wereld voor me open, moet ik zeggen. Dat is, ja. Vertel. Ja. Maar ja, het is sowieso heel bijzonder natuurlijk om daar als enige dame te staan. En als lid, ik heb me nog niet echt ergens mee bemoeid, want ik vind dat ik wat dat betreft, ja, denk ik dat zij meer recht van spreken hebben als ik om iets te zeggen. Maar het is een hele aparte wereld en ik stond daar en de voorzitter, Dick Goos, dat is dus al een hele tijd geleden dat ik daar voor het eerst was, die was aan het vertellen waar het over ging. En niemand luisterde, echt helemaal niemand. Stonden allemaal gewoon bij elkaar te hangen met een biertje of een waterzak, want er wordt misschien wel iets minder gedronken als vroeger. En ik stond er echt van, nou, luistert er nou helemaal niemand, weet je wel? Ja. En ik moest vertellen wat ik daar kwam doen. En ik denk, nou, dat wordt wat. En luisterden ze naar jou wel? Nou, in eerste instantie niet. En dan riep ook iemand echt iets heel schunnigs. Ik zal het niet herhalen Ja. Je maakt ons wel nieuwsgierig, moet ik ja, zeggen. Ja, ik weet het wel. Maar er moest in ieder geval iets in, zeg maar, zal ik maar zeggen. Dus, nou ja, er waren ook een heleboel mannen die vonden dat toch minder. Ja, en ik trok er eigenlijk niet zo heel veel van aan. Of eigenlijk niks. Daar komt het eigenlijk op neer. En toen begonnen mensen ook echt stil. Dus ze hebben echt een paar minuutjes naar mij geluisterd. En daar kreeg ik uiteindelijk veel complimenten weer voor. Van, nou ja, weet je wel, want ze luisteren nooit. Dus wie weet maak je een kans. Ja, je hebt indruk gemaakt in ieder geval. Nou, dat weet ik niet. Ze waren in ieder geval stil. Ja. Ja. Krijg jij volledige vrijheid om overal te filmen waar jij wil en de verhalen te vertellen die jij wilt? Ja, in principe, Dick die belde mij vanmiddag nog. Dick Goos is de voorzitter ook om mij toi te wensen. En ja, dat ik ook zeker even moest laten weten dat ze volledig achter mij staan en achter mijn plannen voor de docu. Wel hebben we afgesproken, omdat de traditie is soms een beetje
fragiel. Hè? Ik bedoel, er gebeuren wel eens dingen, of de dierenbescherming, of nou ja. Eigenlijk, wat me ook heel trots maakt, is nu dat ik er dichtbij betrokken ben, dan zie ik, er gaan best wel eens dingen wat minder. Hè? En dat toch zo'n dorp, eeuwenlang zo'n traditie, jaar in jaar uit, weet vast te houden. Dat het echt iets is geworden wat het verleden met het heden bindt. Maar we gaan zeker op weg naar de toekomst. Mm-hmm. En ik ben de laatste die zo'n traditie zou willen schaden door een beetje rond te gaan trappen in de porseleinkast. Dus ik heb wel echt de afspraak dat we goed overleg hebben met elkaar. Nou, ik vraag het natuurlijk ook een beetje met een reden. Hè? Want er is een paar jaar geleden een boek geschreven over de Metworst met het jubileum toen. En een collega van mij, Henk Balts, had toen een verhaal geschreven. Ja. En dat hebben ze uit het boek gehouden, omdat het te kritisch was. Dus vandaar dat ik eigenlijk heel benieuwd ben, krijg jij alle vrijheid? Ja. Of wordt er straks ook een stuk uitgeknipt door de voorzitter? Nou nee, wij hebben wel afgesproken dat, stel je voor dat er een paard verongelukt en ik heb dat op beeld, dat zij dan mee mogen beslissen of we dat laten zien. Ik ben er verder niet echt in geïnteresseerd om paarden die aan het verongelukken zijn of ruiter die het oploopt, wat bijna nooit gebeurt, om dat te laten zien. En verder, het filmplan zoals er nu ligt, alle onderdelen die er nu liggen, daar heb ik gewoon medewerking in. Dus ik voel me in ieder geval op geen enkele manier beperkt. Niet geremd in dingen? Nee. Nee, mooi. Deze week ben jij eigenlijk begonnen met het beetje, je bent er al langer mee bezig, maar kort gezegd, je hebt geld nodig om het te kunnen doen. Nou, het is zo dat natuurlijk al heel lang duidelijk is. En er is een hele tijd terug al een begroting gemaakt. Ik heb een fondsenwerver waarmee ik samenwerk. Er zijn fondsen aangevraagd. En ondertussen weten we dat gemeente Boksmeer, provincie Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Land van Kuik en Omroep Brabant, want die gaat hem uitzenden en die steunen de film ook. Daarvan weten we dat komt goed. Maar dat betekent nog wel dat ik een flink stuk tekort komen, omdat er ook een aantal fondsen waren waarvan we gedacht hadden, nou, die vinden dat vast fantastisch plan. Maar die vinden dat geen fantastisch plan. Dus die zijn niet meer mee eens. Dus ja, dan moet je creatief worden. En uiteindelijk is crowdfunding dan toch een optie waar ik heel erg tegenop heb gezien. Want ik heb echt buikpijn van gehad. Ik denk, oh mijn hemel, crowdfunding. En ik zit nou zelfs, ik ben ook programmamaker. Ik maak al heel lang historische televisieprogramma's. Ik sta dus altijd met mijn grote mond aan de andere kant van de camera. Ja, en ik had gewoon niet gedacht dat ik hier zou zitten. Maar ja, mijn wens is zo sterk. En mijn gevoel dat het een uitzonderlijk mooie film gaat worden over de Metworst. En ook over Boksmeer. Ja, dat ik niet anders kan dan overstag. En ik ga hier gewoon zitten. En ik kom terug als het nodig is. Dat is goed. Hoeveel heb je nodig? Heel eerlijk, de film is begroot op dik 60.000 euro. En dan hebben we het echt over een volwassen documentaire. Dus niet over een of ander filmpje van 10 minuten, maar een film van 50 minuten. En dat kost geld. Als ik vertel dat ik alleen al met Worst Maandag, dat ik met 3 camerateams daar wil staan. Dat is een cameraman met zijn apparatuur, dat is een geluidsman met zijn apparatuur en dat is een regisseur erbij. Nou ja, tel maar uit, ik bedoel, een draaidag, een goede draaidag, dat is duur. Alle research, ik heb natuurlijk al heel veel werk verzet om. Het is eigenlijk nog een vrij. Dik 60.000 euro is eigenlijk een heel mager budget voor een fatsoenlijke documentaire. Ja. En ik kom nu eigenlijk dus nog 29.000 tekort, maar de crowdfunding is gesteld op 18.500 euro. Waar Kunstlok, waar ik een plan ingediend heb, die leggen de laatste 30% bij. Dus uiteindelijk moet ik 12,5 ophalen. Oké, dat moet lukken. Ja, natuurlijk moet dat gaan lukken, jongens. Ja. 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 En ik lever tekenprestaties, hè? Zeker. Nou, dat wou ik vragen, want het idee van crowdfunding is dat je. Je hoeft hier niet eens mee te zitten, hè? Nee. Het idee van crowdfunding is dat je je geld terug gaat verdienen. Ja, maar dat kan ik niet gaan. Nee, zo is het niet. Maar het is wel zo dat je bijvoorbeeld een hele simpele manier om mee te doen is een kaartje voor de première kopen. Die is 21 december in Riech. En ja, dan steun je meteen de film en je hebt een kaartje voor de première. Als je wat meer betaalt, krijg je er ook nog consumpties en een VIP-diner bij. Of een filmposter, gesigneerd door de Ruiters en door mij natuurlijk. Even voor de duidelijkheid. 21 december volgend jaar. November. Sorry, 21 november. Dan is net het carnavalseizoen weer geopend. En dat leek mij een heel mooi moment om hem te vertonen. Ja, dan wordt hij vertoond bij Omroep Brabant. Zou je niet willen dat hij gewoon
op NPO 3 terechtkomt of zo? Ja, dat zou ik heel graag willen. Dat is veel minder gemakkelijk dan het lijkt. En ik opereer tot nu toe mijn leven ook vooral bij regionale omroepen. Daar maak ik prima werk. Ik denk ook niet dat daar een groot kwaliteitsverschil of zo tussen zit. Wel een financieel verschil. De documentaire over de paleo die gemaakt is, dat is dus een paardenrace in Siena. Die heeft €250.000 gekost. En ik ben gewoon nog een onbekende speler. Ik hoop dat te veranderen. En ik hoop zeker ook, als de film af is, dat ze er niet omheen kunnen. Dat ze zeggen, wij gaan hem gewoon bij Max of bij de KRO, NCV, waar dan ook. We gaan hem gewoon uitzenden. Ja. Toch? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik vroeg me nog wel af, op welke reden wordt eigenlijk die aanvraag dan afgewezen? Want je zei, er waren een aantal fondsen die die had aangeschreven, die je ook verwacht had binnen te halen. Ja, ik sprak bijvoorbeeld Emil Roemer. En die zei, daar snap ik niks van. Heeft het VSB-fonds deze film afgewezen? Dat kan niet. En je moet nog een keertje bellen. Ik zei, dat ga ik doen. Dus ik heb maandag in de telefoon. Ik denk, dan bel ik ook. En die zei ook nee hoor. Want wij zijn een beetje gedraaid de afgelopen jaren. En het is gewoon een film. Dat doen we eigenlijk nooit meer. Dus dat gebeurt dan alleen als het die film, als je echt aan kan tonen dat het een blijvende impact op een samenleving heeft. En dan moeten ze zoveel extra dingen moeten dan bij zijn. Maar geen impact op de samenleving. Nou, dat is het wel, maar niet zoiets van dat er nog geen impact is. Zeg maar, de MedWars komt 1 persoon per jaar kijken. En omdat ik die docu maak, komt er ineens 10.000 man. En dat voor de komende 100 jaar, dan heb je een blijvende impact. Maar in dit geval, ik kan dat gewoon, op die manier kon ik dat naar dat fonds ook niet duidelijk krijgen. En de grote mediafondsen, die waren er eerst ook voor regionale omroepen. Maar door de bezuinigingsronde, al een aantal jaren geleden, is ondertussen weer 6 jaar geleden of zo, hè, in de politiek Den Haag, zijn die fondsen ook kleiner moeten gaan worden. En die zijn er nu alleen maar voor de landelijke publieke omroepen. In mijn ogen gewoon verslagen nonsens natuurlijk, omdat bij de regionale worden zeker ook hele mooie films gemaakt. Maar dat is wel, dat zijn wel puntjes waardoor die hele financiering die loopt echt anders. Ja, helder. De film zelf wordt muzikaal ondersteund door Bart-Jan Baartmans. Heel blij mee. Ja, heel blij mee. Want ze hebben een er is een lied, de MedWars Blues. Nee. Dat is er wel. Bart-Jan. deze kant. Nee, Jacques heeft mij gevraagd om de soundtrack te maken voor de film. Dat is een ander verhaal dan een liedje. Dus het liedje zou wel kunnen figureren in de soundtrack. Ja. Net als het volkslied van Boxmeer, waar een passage over de MedWars in zit. Maar een soundtrack voor een film is natuurlijk vooral gewoon een soundtrack voor een film. Wat ik geweldig vind. Ja. Een eervolle taak om te doen. Ja, maar goed, omdat we het toch over de MedWars hebben. We hebben jullie gevraagd om jou, Bart-Jan Baartmans en Erik Terburg, welkom Erik. Dankjewel. Om de MedWars Blues te gaan spelen. Ja, wij waren in het café aan het kletsen over dit project. En ik zei ga ik doen. En Erik was zo alert op mij de tekst op te sturen van ik heb iets over de MedWars. En dat gaan we nu spelen. Ja, leuk. Wij gaan er even voor zitten, want het is een lang nummer, begreep ik. 11 minuten. Een Talking Blues. Dames en heren, Erik van den Burgt en Bart-Jan Baartmans met de MedWars Blues. Korte inleiding, als import Boxmerenaar ben ik ooit door Harold Siebers geïntegreerd hier in Boxmeer. Die heeft me de MedWars laten meemaken. En in 2013, het jaar dat Dick Goossens volgens mij keizer kon worden, toen deden de 4 jongens mee uit de klas en het voetbalteam van mijn zoon. Jonge jongens, Levi Hinke, Nick Brenningmeijer, Jelle Verkempen, naam werd al genoemd, en Rens Verberkt. Dus ik was daar met veel belangstelling aan het kijken. En terugfietsend naar huis is deze tekst omhoog gekomen. En dit is het liedje. Eerst naar de bakker
of achter het hek. Ruiters op paarden, in wit en in blauw. Duizenden mensen staan in de kou. De speaker die schreeuwt wat, muziek van de blos. De vlag gaat omhoog vlug, en nu zien ze los. Zien ze los, ze zien los, zien ze los, ze zien los. Dat is de metworst, op paard en op knol. Wie wordt de koning, en wie slaat op hol? Dit jaar een keizer. De hoofdstad van het paardenland. Vrijgezelle ruiters op het Vortumsveld. Wie wint de metworst en wie wordt de held? De speaker die schreeuwt wat, muziek van de blos. Gaat omhoog vlug, en nu zien ze los, zien ze los, ze zien los, zien ze los, ze zien los. Gezelle ruiters op het Vortumsveld. Wie wint de metworst en wie wordt de held? De speaker die schreeuwt wat, muziek van de blos. De vlag gaat omhoog vlug en nu zien ze los, zien ze. Is de metworst, vaak vader op zoon. De belaste hoeve, zo ongewoon. Hij wint de metworst en een varkenskop. Zo steeds een koning, traditie ten top. Op paarden, in wit en in blauw. Duizenden mensen staan in de kou. De speaker die schreeuwt wat, muziek van de blos. De vlag gaat omhoog vlug, en nu zien ze los. Zien ze los. Ze zien los, vader op zoon, vader op zoon, zo ongewoon, zo ongewoon. Een halve varkenskop, een halve varkenskop, traditie ten top. Wordt trouwens Suzie los. En als jullie op cinecrowd.nl kijken, daar is de crowdfunding te zien. Dan kun je zien wat je kan geven, wat mijn tegenprestatie zal zijn. En nou ja, in ieder geval
Ik vind het wel helemaal top als jullie in ieder geval kijken op de site. Dankjewel. Nee, gewoon betalen. Hotseplot. Ja. Dankjewel voor jouw komst. Heel veel succes en we gaan hem zeker zien straks. Ja. Volgend jaar. Ja. Jos, melkveehouder in Westerbeek. Ja. De laatste voorzitter van de afdeling Sint-Tunis van ZLTO. Want ik heb begrepen dat de afdelingen gaan fuseren. Iets ja, als wij, bij een aantal gemeentes nog. Wij doen iets sneller dan de gemeentes. Ja. Wij lopen wat een beetje van op. Ja, heel goed, heel goed. Jos, afgelopen week nog op de tractor gezeten, een beetje spookrijden of zo op de A73. Wel op de tractor gezeten, maar niet van het erf geweest. Niet van het erf geweest. Nee. Oh. Daar ben je van de weinigen, want het was druk hier woensdag. Het was druk, maar er zijn nog best veel boeren in Nederland. Maar goed, het is niet allemaal van het trekken van op straat zijn gereden. Nee, die moet ook gewoon gewerkt worden, toch? Ja, ja. Ja. En we hebben best veel trekkers. Ja. Meer trekkers dan boeren in Nederland. Ja, 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 precies. Nou ja, goed. Jos, kan jij in een paar zinnen, ik weet dat het heel moeilijk is. Ook voor mij. Ja, ook voor jou. Uitleggen wat er in Nederland is misgegaan. Ik kan het hier kort uitleggen, denk ik zelfs. Boeren voelen zich niet gehoord. Maar waarom? En boeren voelen zich niet gehoord omdat ze al jaren aan het ploeteren zijn. Ja. Hard werken, daar in hun beleving best weinig waardering voor krijgen, zowel financieel als draagvlak bij de manier waarop wij in Nederland ons voedsel produceren. Dus die emmer die loopt dan, dat bouwt op, hè? Die emmer loopt vol. En dan komt er op een gegeven moment een politicus die een uitspraak doet als dat de veestapel in Nederland maar even moet worden gehalveerd, want we hebben een stikstofprobleem. Ja. Waarbij hij doet voorkomen alsof de boeren daar dan ook dus de schuldigen aan zijn. Zo voelen boeren dan, maar ook wij krijgen overal de schuld van. Ja, dan loopt die emmer over en dan nu is de geest uit de fles. Ja, ja, precies. Maar het feit dat, dat er in Nederland zoveel dieren zijn, dat er zoveel geproduceerd wordt, meer dan wij hier in Nederland nodig hebben. Dat heeft ook een reden. Ja, en moet ik er ook nog in een paar zinnen uitleggen? Ook in een paar zinnen, ja. Nou, dat heeft zijn oorsprong eigenlijk al meer dan 100 jaar geleden. In het eind van de 19e eeuw, toen de fossiele energie het mogelijk maakte om middels stoomboten, en daar kwam toen niet Sinterklaas mee langs, maar met vrachtschepen, dus intercontinentaal goederen te transporteren. Dus dat in die tijd zat Amerika, wat bevolkt werd door westerlingen, de Indianen, die kennen het verhaal, die Amerika gingen cultiveren, een ontzettend groot land. Die gingen daar massaal graan verbouwen. En die graanprijzen, die soorten niet in elkaar in Amerika, want ze hadden eigenlijk weinig mensen om al het graan op te eten. Mm-hmm. Want de Amerikanen die stopten dat op een vrachtschip en brachten dat naar Europa. Toen kwam dat graan naar Europa, toen zeiden de Duitsers, wij willen dat graan niet, want dan gaan onze boeren gaan dan vervolgens aan kapot, want het verpest de markt voor onze boeren. Ja. De Fransen wilden het graan ook niet, de Hollanders wilden het graan wel. Daar is het mee begonnen. Want wat deden wij met dat graan? We gingen dat graan naar onze dieren voeren. Ja. Want op die manier konden we heel goedkoop dieren voeren, want we waren al niet zo'n akkerbouwers, we zijn veehouders in Nederland. En zo is die dierhouderij is bij ons eigenlijk in de genen gaan zitten. Mm-hmm. En dat heeft uiteindelijk geleid, in de tijd van na de Tweede Wereldoorlog werd dat door Mansholt nog eens versneld, is er uiteindelijk toe geleid dat wij heel veel dieren zijn gaan houden met goedkoop voer van overzees, waar hier dus een verdienmodel op te creëren was. Nou, vervolgens het eindproduct, melk, vlees, eieren, dat brengen dan weer naar die landen die altijd hun boeren gekoesterd hebben, zodat ze van het verbouwen van graan konden blijven leven. Dus het is eigenlijk in feite aan boeren, hè, boeren zitten nu enorm in een weerstandfase, in een begin van een rookcurve, daar weet jij alles van, je kunt het heel goed analyseren denk ik. Maar in feite hebben onze boeren uiteindelijk altijd zich aangepast aan de situatie, dat moet wel, de Darwin-theorie is voor boeren heel belangrijk. En de Darwin-theorie is niet, zoals het vaak wordt uitgelegd, het recht van de sterkste die overleeft, maar degene die zich aan kan passen, overleeft. Dus ook boeren hebben zich aan moeten passen om te kunnen overleven. En als ik dan even de sprong maak naar de tijd van vandaag, dan zal ook de boer, terwijl het nu heel erg lijkt alsof de boer zich niet aan wil passen, alleen die boer die zich aan gaat passen, zal een boer blijven. Die gaat overleven. Die gaat het overleven. Maar ik was van de week bij jou te vertellen, ook het verhaal, waarom een boer
in Nederland 10, 20 jaar geleden met 50 koeien vooruit kon. En dat het zich heeft ontwikkeld naar boerderijen met 100, 150, 200 koeien. Ik ben 30 jaar boer. Toen ik begon te boeren was de melkopbrengst net zoveel als vandaag. In gulden centen toen ongeveer 70 centen. Vandaag is die 35 eurocenten. Nou ja, iedereen weet dat het leven duurder wordt. Iedereen kent het begrip inflatie. Nou, dat betekent in feite, als je wilt blijven leven van het produceren van melk, moet je meer melk produceren om boer te kunnen blijven. Ja, dus meer we komen nu in een fase terecht dat het meer dieren gaan houden om boer te kunnen blijven steeds moeilijker en steeds duurder en steeds complexer wordt. Want de maatschappij die vindt het steeds minder gewenst dat die boeren maar grotere bedrijven, want dan krijg je overlast en geur. Je kent al die verhalen wel. Dus dat doorgroeien voor boeren dan wordt steeds duurder. Dat betekent dat het vliegwiel, zoals wij dat maar noemen, het vliegwiel komt tot stilstand. Want je kunt, omdat je marge zo klein is, moet je zo enorm hard groeien om dat verdienmodel in de benen te houden. Nou, dat lukt niet iedereen meer. Nou, sterker nog, ik denk dat het maar 20-30% van de boeren gaat overleven. Mm-hmm. Dat betekent die 70% die schaalsprongen niet meer kan of wil. Hè. Zijn boeren die zeggen, ik wil dat gewoon helemaal niet. Ik wil geen honderden koeien of duizenden, die zijn er ook. Ja, die zullen een andere weg zullen moeten zoeken om boer te blijven of moeten gaan stoppen. Want dat is de aanpassing waar je het over hebt. Dus de schaalvergroting is de aanpassing die boeren moeten maken. De schaalvergroting hebben de afgelopen 50 jaar tot in den treuren, zou ik bijna willen zeggen, hebben dat gedaan. Het begon met van het gemengde bedrijf van vroeger, waar we alles een beetje hadden, specialiseren naar één tak. Mm-hmm. Omdat als je je richt op één tak, dan kun je dat beter doen. En dat komt ook aan zijn eind. En dan zul je weer een ander verdienmodel moeten gaan bedenken. En die verdienmodellen zijn er wel, maar dat vraagt een omslag in denken. Ja, precies. Maar je vroeg me dan af, wat zijn de omslagen die er gemaakt gaan worden? Dus de boeren die gaan overleven, wat gaan zij doen? Je hebt dus die categorie die zit in de goede kant. Of in de goede kant, zit in een bepaalde categorie. Die kan nog steeds die schaalsprongen maken. Die heeft een goed businessmodel. En dan is het ook zo, als er genoeg boeren stoppen, dan geven die andere boeren die boeren willen blijven ruimte om door te groeien. Want je kunt in Nederland alleen maar ontwikkelen als je de ruimte van een andere boer overkoopt. De rechten om te boeren moet je overkopen. En de kleinere bedrijven die slag niet kunnen of willen maken, die moeten op een andere manier gaan proberen. Nou ja, wat we al heel lang kenden is de biologische landbouw. Dat kan een oplossing zijn om meer waarde op je product te creëren. Er komen nu langzamerhand ook nieuwe tussenvormen. We hebben planetproof producten, we hebben sterrenvlees, we hebben scharreleieren. Dus er komt een segment dat zit net daar een beetje boven. Kan ook voor sommige boeren een oplossing zijn. En je ziet ook boeren die gaan op een andere tak van sport langs bedrijven. Kinderopvang, dagbesteding voor ouderen, speeltuin. Je kunt het denk ik bijna niet bedenken of een boer doet het ook. Want eigenlijk is het geen Nederlands probleem, toch? Nee, het is geen Nederlands probleem. Dit is wereldwijd wel een probleem. Het is uiteindelijk een probleem geworden omdat wij ook in het kader van de liberalisering, we zitten al 30 jaar in de liberalisering. En de melkveehouderij is op zich wel de laatste agrarische sector waar de liberalisering op is toegepast. Dus er is geen enkele bescherming meer. Dat betekent in feite dat de wereldmarkt de prijs van het product bepaald, want boeren hebben één grote handicap. Ze zijn met heel veel en kunnen vandaag niet besluiten om morgen wat minder te produceren. Dus je kunt nooit aan de volumeknop draaien als boer, ja, wel als individu, maar dan kun je de prijs niet meer beïnvloeden. Dus wij blijven maar produceren en dan zien we wel wat het opbrengt. Nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld in de varkenshouderij dat de prijzen ongeveer op het boerenerf zijn verdubbeld. Historisch hoge prijzen, bijna net zo duur dan het vlees was in de jaren 80. Om even een voorbeeld te geven, bijna net zo duur als in de jaren 80, toen het houden van varkens ook een goudmijntje was. Dat is nu op dit moment ook echt een goudmijntje. En dat komt omdat de Chinezen varkensvlees willen eten en in China hebben ze varkenspest. En de helft van alle varkens ter wereld woont in China. Dus als daar dan een kwart van de dieren doodgaan vanwege een ziekte,
dan krijg je een heel andere marktverhouding. Dus op dit moment is het wel heel erg, de een zijn dood is een ander zijn brood. Op het moment dat er ergens in de wereld een probleem is met klimaat of ziekten, dan komt die verhouding van vraag en aanbod van producten in een disbalans. Ja, en dan schieten de prijzen enorm omhoog. We hebben dat ook 10 jaar geleden gezien met graan. Dat heeft uiteindelijk toen geleid tot wat we dan de Arabische lente noemden. En waardoor we vandaag de dag nog steeds Syriërs hier als vluchteling komen. Omdat honger mensen tot weerstand oproept. Dat kennen we in Nederland niet. Hier komen we in weerstand als we niet genoeg geld kunnen verdienen. Ja, nou ja, de weerstand, je noemde het zelf al. Hè? Ja. Jullie zitten als LTO aan tafel in Den Haag om te kijken wat er aan gedaan kan worden om het probleem op te lossen. En dan is er een categorie in jullie sector die zegt van ja, dit schiet allemaal niet op. We gaan de weg op. Dan krijgen de Farm Force Defense met Mark van der Hoever uit Sint-Hubert. Dat zijn recalcitrante boeren, om het zo maar te zeggen. Hoe zit dat bij de LTO? Hè? Jullie overleggen, jullie proberen tot een oplossing te komen en dan komen die jongens die de weg op gaan. Want die vinden dat het. Ja, wat vinden ze eigenlijk? Ja, wij zijn eigenlijk als LTO in de loop van de jaren geëvolueerd tot een lobbyclub. Wij zijn ook ooit ontstaan meer vanuit de belangenverdediging, noem ik dat. We zijn van belangenverdediging meer naar belangenbehartiging gegaan, een lobbyclub. We proberen het eigenlijk net zo te doen als een Shell doet, of een KLM doet, of een Unilever. He, die probeert op de achtergrond die dingetjes te doen. Maar dat is vaak niet zichtbaar. Eigenlijk als je goed lobbyt, is het nooit zichtbaar. Dan zie je dat in een resultaat, maar dan ga je jezelf ook niet op je borst kloppen van kijk eens wat we bereikt hebben. Want het werkt niet goed als je lobbyt. En dan zie je dat boeren denken van ja, wat doet die belangenbehartiger nog voor ons? Want het is niet zichtbaar wat er gebeurt. En het valt altijd tegen. Hè. Je wil altijd meer dan dat je krijgt. Nou ja, dan krijg je op een gegeven moment toch een sentiment bij boeren van nou die LTO, wat stelt je eigenlijk nog voor? Ze zijn wel heel erg meegaand. Ze komen altijd uitleggen. Dat doen we heel goed als bestuurders bij LTO. Dan leggen we uit aan de boeren wat we niet binnengehaald hebben, wat we wel binnengehaald hebben. En dan vindt men dat te mager. En er is een groep boeren. En dat zie je, vind ik, overal in de samenleving. Hè. Het is niet... Ook heel weinig mensen zijn nog lid van een vakbond. Want als je gaat kijken naar de FNV en CNV, dat holt ook allemaal uit. Er zijn mensen ongeorganiseerd. En in samenhang met ook leden van ons die vinden dat we het eigenlijk wel beter kunnen doen, maar die op zich wel loyaal zijn. Zie je op dit moment ook een voedingsbodem ontstaan van mensen die zeggen, nou, we willen laten horen dat we er zijn. En dan kom ik ook eens terug wat ik net zei, van ja, mensen voelen zich niet gehoord. Mm-hmm. Ik vind het zelf eigenlijk heel jammer dat het nodig was dat dit gebeurde. Het was wel hard nodig. Ja. En je moet tot in den treuren bijna met de trekker de straat op om de politici te laten voelen wat er eigenlijk aan de hand is. En dat zien we niet alleen bij boeren, dat zien we recentelijk ook bij de onderwijzers, je ziet het ook bij de zorg. De onvrede in de samenleving is behoorlijk aan het groeien. Ja, dus eigenlijk bedoel je wat in het onderwijs is gebeurd. Je hebt de gangbare onderwijsbonden die overleggen. Ja. En de onderwijzers zijn er niet tevreden over. En dus krijg je zo'n groepering als de PO in actie die zegt van, ja. En nou gaan we... En dan zie je met de nieuwe media, met Facebook en dergelijke, dan zie je toch dat mensen zich best snel kunnen binden aan elkaar. Ja. En via WhatsApp-groepen wordt alles georganiseerd op dit moment. Heel snel, hè? Heel snel, onvoorstelbaar. Ja. Ja. Ben je zelf in Den Haag geweest? Ja. Hoe was het daar? In Den Haag was het fantastisch eigenlijk. Hamburgers waren goed? MC? De hamburgers waren goed? Ik heb in Den Haag geen hamburgers gegeten. Nee, wat er goed aan was, en dat was eigenlijk wat wij helemaal niet verwacht hadden, maar dat we zo enorm veel steun kregen van de, ik noem het dan maar plat gezegd, de gewone man van de straat die met hard werken zijn kost moet verdienen. En dat bedoel ik ook wat net toen ik zei, dat ik het gevoel heb dat best veel mensen in onze samenleving ontevreden zijn over hoe de politiek op dit moment handelt. Ja. En dan lees je niet elke dag in de krant. Dat waren vroeger, werden ze weggezet als de Henk en de Ingritten. Maar ik zie het nu ook op andere niveaus. Ook mensen die gewoon goed geleerd hebben, een hbo-beroepsopleiding hebben en toch zeer ontevreden zijn. Ja, ja. Maar dan, je zegt het, hè, je krijgt de steun van de bevolking. Dat was zeker die, die eerste demonstraties in Den Haag, 1 oktober zeg ik even uit mijn hoofd. Was heel helder. Maar afgelopen week
proef je dan toch zoiets waarvan Eindhoven is eventjes niet bereikbaar, vliegveld, de snelwegen worden geblokkeerd. Brokkelt die steun niet af op deze manier? Ik denk het wel. Ja. Dat is vrij voorspelbaar. Als Nederlanders vinden we het best goed tot we niet te veel last van hebben. Dus mm-hmm. doen elkaar. Daarom zag je de laatste jaren ook nauwelijks nog acties, ook van de vakbonden. Men durfde eigenlijk bijna geen actie meer te voeren met de angst de steun van de burger te verliezen. Ja. Maar ja, 20, 30 jaar geleden was het vrij normaal dat treinen niet reden, bussen stilstonden en dergelijke. Ja. Maar dat zijn we allemaal een beetje gewoon geraakt dat het in dat geval was. En Farmers Defence Force had eigenlijk een heel goed georganiseerde actie in ieder geval gepland voor dinsdag, woensdag. Ja. Die werd door de rechter verboden. En toen is het eigenlijk een hele losse structuur geworden van boeren die op een gegeven moment gewoon maar ergens met de trekker naartoe reden. Ja. En ja, dan eigenlijk viel het mij achteraf nog heel erg mee dat er geen gekkere dingen gebeurd zijn. Ja. Kunnen we nog meer verwachten dan? Nou ja, dit jaar niet meer, maar dit jaar duurt niet meer zo lang. Jullie vieren ook gewoon kerst. Dus. Wij vieren ook gewoon kerst. Stikstof wil ik eigenlijk een paar weken proberen uit mijn hoofd te verbannen. Ja. Maar ik denk dat Farmers Defence Force is niet een club die... het is een club die op het niveau zit van de dood of de gladiolen. Hmm. Dus het spel op dit moment belangrijker dan het resultaat. Liever gestreden, en ook als je de berichten van hun leest, als je de apps ziet, dan komt het woord strijd en strijders komt enorm veel voor. Ja. En liever hard gestreden en niks bereikt dan half gestreden en ontevreden zijn. En die emotie komt met name van boeren die zich ook niet kunnen aanpassen? Nou ja, ik ben heel benieuwd of we dadelijk met mijn buurvrouw daar nog eens even over kunnen sparen. maar boeren zitten in het begin van een rouwcurve. En dan begin je met ontkennen, dan begin je met boosheid, dan begin je met wegkijken. En pas als je in een nieuwe realiteit dreigt of gaat komen, dan kun je pas in die situatie terechtkomen dat je gaat denken aan oplossingen. Maar iedereen, mensen willen het liefst behouden wat men heeft. Ja. Want veranderen vindt niemand leuk. Dat als je dat geleidelijk doet, dan heet dat evolutie, hè, dan merk je er eigenlijk niks van. En als dat gedwongen gebeurt, dan noemen we dat transitie. En transitie, dat gaat altijd met slachtoffers gepaard. En wat gaat er in de komende 10 jaar gebeuren? Ik bedoel, we kunnen nu over een jaar, heb je dus nog al die emotie en... Nou, wat er dus nu gaat gebeuren in mijn visie is dat, wat ik net zei, dat je kunt als boer eigenlijk 2 wegen inslaan. En ik denk dat de helft van de boeren geen van beide wegen in kan slaan of wil slaan. En die gaan dus stoppen. Dus je krijgt net de categorie boeren die maatschappelijk gezien het meest worden gekoesterd als het gezinsbedrijf en niet heel groot en kleinschaliger van opzet. Die categorie die snijden we in de komende jaren gewoon uit met de maatregelen die over boeren worden uitgestort. Ja. Dat gaat er gebeuren en daar ben ik best wel triest over. Ja, maar dan als er goede oplossingen zijn in de zin van financiële regelingen, dan is het misschien nog een beetje... Ja, kijk, in het bedrijfsleven word je meer beschermd. Hè? Dan hebben we allerlei pensioenregelingen, afvloeiingsregelingen, UWV. Als dat soort zaken probeer je een reorganisatie op een nette manier te doen. Deze reorganisatie, of die op een nette manier gebeurt, is nog maar de vraag. Ja. Hoe zit het? Want dat kost best veel geld. Ja, en dan hebben we dat als belastingbetalers ervoor over, dat is één. En daar zit ook wel een beetje mijn zorg. Op het moment dat je dus heel erg in een gevecht gaat komen met politiek en met samenleving, ja, dan kun je ook wel eens het draagvlak verbranden van mensen die zeggen, ja, ze zoeken het maar uit die boeren, ik ben er eigenlijk klaar mee. En dan word je daar dan als boer die dus niet naar links en niet naar rechts kan, word je daar dan uiteindelijk wel gelukkig van. Ja. Hoe zit het met jouw eigen bedrijf? Ik was maandag bij jou, hè, om een beetje te praten over hoe het gaat. En toen kwam ik in een keurig nieuwbouwhuis terecht, plaats van op een boerderij met koeien en honden die blaffen, en waardoor je niet uit de auto durft. Heel iets anders dan ik gewend was bij jou. Hoe zit dat? Deelt hij met mij niet uit de auto? Nou, soms dan komt hij wel eens aan over die hond van jou. Dan. Ja. We hebben een heel lieve hond, maar hij doet ook zijn werk. Ja, hij houdt de boeven buiten, bedoel je. Nou, hij doet zijn werk, dat hij,
dat hij wel blaft, maar niet bijt. Het is een heel lieve hond, eigenlijk. Ja. Maar dan moet je niet hard op zeggen, want dan denken mensen... Ja. Ja. Maar we hebben, hebben geen bewakingscamera's, we hebben geen hekwerk. We hebben een hond en daar zijn we heel tevreden over in die zin. Maar goed, ik ben sinds 3 maanden dus samen met mijn vrouw verhuisd naar het dorp om die volgende generatie ruimte te geven bij ons de boerderij. Onze Lucas die is 24, van binnenkort 25. We zitten samen in maatschap. Hij voert eigenlijk de dagelijkse gang van zaken uit onder zijn verantwoordelijkheid. En ik hoop dat hij de komende 5 tot 10 jaar, geef ik hem de kans om zich te ontwikkelen. En dan zal uiteindelijk wel blijken dat of het bedrijf dat wij vandaag hebben, waar naar mijn gevoel levensvatbaar is, of dat over die 10 jaar de werkelijkheid ook nog is. Ja, maar jij hebt in ieder geval opvolging. Ik heb opvolging. Je hebt heel veel collega's die dat niet zijn. Dus ik heb een drive om mijn best te doen. Ja. Maar ja, ik denk dat 3 à 4 op de 10 collega's van mij op dit moment kan zeggen ik heb een opvolger. Ja, dat bedoel ik, dat is niet zoveel. Want ja, kijk, dat zie je wereldwijd. Het beroep boer wordt steeds minder interessant. Want het is een baan, dat doe je in feite 24/7. Zeker als je dieren verzorgt, dat houdt nooit op. Dat weten mensen ook als je huisdieren hebt, dat houdt nooit op. Nee. Ook op zondag moet je uitgelaten worden. Nou ja, dat duurt dan 5 minuten. Als je koeien of varkens of kippen hebt, dan duurt dat een stuk langer natuurlijk. En je hebt nog niet zo'n heel geweldig inkomen. Je hebt natuurlijk wel dat je vrij woont en je hebt op het algemeen een mooi huis en je hebt alle ruimte van de wereld. Natuurlijk ook, boer zijn heeft ook enorm veel mooie kanten en die vind ik ook belangrijk. Maar op het moment dat jonge boeren enerzijds denken van ja, heb ik wel financiële toekomst? Hè, en in mijn tijd begon dat te veranderen, maar vroeger trouwden boeren jongens met boerendochters. Men wist ook niet beter. Nu trouwen boeren jongens met meisjes van niet-agrarische afkomst en die denken ook, ja maar onze kennissenkring die kan wel op vakantie en die kan dit en die kan zus en die kan zo. Dus dat verandert. Dus dan moet je ook als boer kunnen creëren, daar moet je financieel de ruimte voor hebben. Maar het meest bedreigende is dat jonge boeren de passie verliezen voor het beroep. En als je de passie kwijtraakt, ja, dan raak je alles kwijt. Ja, precies. Nou, we gaan nog heel veel van de boeren in Nederland horen. Dankjewel voor jouw komst. Dankjewel. Gertie, ja. Ja, Jos gaf net al de voorzet. Hè, maar van, ik denk best goed, toch? Ja, dus ik. afkomstig uit Sandbeek, woon nog in Meerlo, maar echte Sandbeeks, hè? Ja, nog steeds. Hè? Ja. Ja, dat gaat nooit meer over. Ja, volgens mij, ja, die metworst dingen, die gaan ook niet over. Dus waar je vanaf komt, daar kom je vanaf. Dus die roots, die blijven. Ja. Gertie, jij hebt een eigen bedrijf in rouwverlies en traumatherapie. Ja. En dat kan zijn bij het overlijden van iemand, of bij een echtscheiding, of bij een ziekte. Of bij stoppende boeren. Of stoppende boeren. Ontslagen. Ja, dan denk ik van, dat zijn geen dingen om vrolijk van te worden, zeg. Ja, nou, ik hoop toch eigenlijk wel dat ik vandaag mensen niet, dat ze niet denken van, nou, ga ik gek gillend de deur uit. Want omgaan met verlies, daar komen we allemaal op een of andere manier mee in aanraking. Ja. Ik wil het ook heel graag juist normaliseren. Het is normaal. Ja. Dat wil ik heel graag. Ja. Ja. Jij hebt een manier gevonden om dat te begeleiden. Leg eens uit. Ja, nou, in de loop der jaren, ik werk eigenlijk met kinderen, met jongeren, met volwassenen, met gezinnen, in klassen, in systemen. Ja, en ik dacht, hoe leg je nou dat heel simpel uit en hoe dat werkt in een mens? Want je hebt te maken met gedachtes en met gevoelens en met de maatschappij die van alles van jou wil of en van alles wil moeten. En het is continu in beweging. Dus ik heb op een gegeven moment, toen ik zeg maar rond 2010, toen dacht ik, als ik dat bij mezelf ga bedenken, dan lijkt het wel alsof ik met een boot zou kunnen varen. En ik vaar naar de rechterkant, ik vaar naar de linkerkant. En waar is nou rechts en links? Voor mij is de rechterkant de doorgaansmodus. Dus dan moet ik wel, daar moet ik ook van alles. Dus in de afleiding en in de werken. En aan de andere kant, die heb je ook nodig, want anders komt die boot niet vooruit. Daar zijn echt alle gevoelens en alle emoties, die je net ook hoorde, die je ook te pakken hebt. Nou werken die niet met elkaar samen, die twee stuurlui. Ja, dan zitten die tegen elkaar in te werken en dan komt dus die boosheid en die stormachtig, die onrust en die stress. Nou ja, hoe kom je daar dan uit? Ja, het is te veel om in een paar minuten te kunnen vertellen, maar er is een hele methode omheen ontwikkeld. Die heet de Lifeboat methodiek en die kun je inzetten bij mensen. Het is preventief, het normaliseert een heleboel en
Ja, het is een methode die heel simpel duidelijk maakt wat is hier nou eigenlijk met die persoon aan de hand. Ja, zit er iets in een kompas mis, ja, dan zit het iets in mensen, ja, kan ik, dan moet je de roeien met de riemen die je hebt, zeg maar. Of het is een stukje, kan ik varen, kan mijn boot nou niet gaan varen omdat ik ergens zit waar het nou even moeilijk is. Nou, ja. Daar zitten die boeren dus nu. Ja, ja, ja. Ja. Ik zei al, ik heb die storm niet gemaakt, ik heb het weer niet verzonnen, dat hebben die boeren ook niet. Maar hoe gaan zij er nou mee? Oh, maar je ziet die boosheid, dat is ook heel erg, die emotie die er staat. Nou, ik vind het heel fijn dat als mensen boos kunnen worden. Maar je moet wel even afspreken hoe. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als jij boos bent op een ander, dan wordt die boos weer op jou. En zeg je weer, dan raak ik het raakvlak kwijt. Nou, hoe kun je die bootjes dan in een vloot laten varen? Dat is eigenlijk ook waar ik met de lifeboat ook mee aan de slag. En hoe doe je dat dan? Individueel aan tafel. Dus ja, ik heb echt zo'n boot. Jij kan hem niet laten zien. Zondag nee, je zou een boot meebrengen, hè? Ja, ik heb hem. Ja, ik zal hem daar uitpakken. Ik heb hem wel meegenomen. Maar eigenlijk is zondag de presentatie ervan. In de Pit en Overloon. Als de mensen nog zin hebben, het mag nog. Om 2:00 moet je even laten weten. Je bent van harte welkom. Maar je legt echt met een visuele bootje, legt hem op tafel en je beweegt daarmee. En er zit van alle vagerij op. Van een telescoop en een anker en van alles en nog wat. En alles heeft een betekenis. En mensen gaan dus dat merk ik ook als mensen mee aan tafel zitten. Dan hebben ze dat uitgelegd gehad. En zeiden ze, goh, als ik dat nou eens had geweten toen ik 10 jaar was, dan had ik hier waarschijnlijk niet hoeven zitten. Nou, dat willen we eigenlijk. Dus als we dat al eerder leren, ja, dan gaan we er anders mee om. En wat moet je dan precies leren? Een onderscheid te maken tussen je emotie en je ratio? Of? Onder andere, want ik zei, ja, je bent kapitein op schip en je hebt 2 stuurlui. Ja. En de ene die gaat naar rechts, naar doorgaan, zeg maar. En de andere gaat naar je emoties. Nou, als een van de twee de overhand heeft, dan meestal is doorgaan wel wat wij in onze maatschappij moeten. We komen met van alles in aanraking. We moeten. Dus die rechtse gaat ook naar moeten. En die linkse gaat naar willen. Er zit ook een heel stuk loyaliteit. Dus je moet mee in het systeem. Want zo hebben wij daar nou eenmaal geleerd. Maar dat is niet voor iedereen oké. Dus, en als dat niet met elkaar samenwerkt, die twee, dan krijg je zo'n onrustig gevoel. Wat mensen ervaren als stress. Buikpijn, hoofdpijn, ja, noem maar op. Onverklaarbare lichamelijke klachten. En als je nou niet zo'n boot hebt, heb je dan een soort van tip hoe mensen dat toch al iedereen heeft zo'n boot. Maxima heeft die ook trouwens. Maar Maxima heeft andere koffers aan boord, denk ik, als ik. Maar dat zijn dus de koffers van jouw verleden die jij meesjouwt. Mensen zeggen vaak, je geeft maar een plekje. Ja, dat gaat niet, want dat schiet, als ik in een storm zit, schiet mijn koffer van verleden wat er ooit is geweest. En meestal ook de nare ook nog wel, die schieten dan open. En dan heb ik het weer opnieuw even op te ruimen. Maar het is wel heel fijn als je weet wat er dan in zit. En waar, als je 26 koffers hebt en die liggen allemaal door elkaar, ja, ruim hem maar weer op. En dat is soms heel lastig. Dus je kunt mensen daarin helpen om op een hele simpele manier. Nou ja, kijk maar, iedereen die hier zit heeft wel iets of iemand verloren, denk ik. Maar ja, een vriendin van mij zei wel eens ooit, als ik er heel lang in een laadje zat te kijken of in een koffertje waar heel veel ellende in zat, zei ik, je kan ook een andere koffer openmaken. Nou, dat is waar. Dus dat scheelt dan ook weer. De foto's van vroeger, ja, de Madwars die dan ook weer voorbij kan denken, oh ja, die mooie dingen. En dat is ook voor de balans zoeken, wat voor jou belangrijk is. Maar jij hebt een ander kompas als ik. Ja. Daarom kan je ook nooit zeggen van wat ik vind, dat is ook goed voor jou. Dus ik zal nooit tegen jou zeggen, ja, dat moeten jullie doen als boeren, dat zou ik niet doen. Maar het is wel zo van, hoe is het voor jou dan nu en waar jij dan nodig om een beetje uit die storm te blijven? En soms is het zo dat de maatschappij de storm veroorzaakt. Ja, dan moeten we daar doorheen of omheen. Nou, dat is een keuze. Maar die keuze is van jou, want jij bent die kapitein daar. En er zit natuurlijk een heel groot verschil in hoe snel je je bootje gesorteerd hebt. Als je met verschillende cliënten werkt. Hoe ga je zo'n traject in? Heel verschillend. Als mensen, bij mij aan tafel, dan heb je een verwijzing gehad. Of je komt via iemand, dat kan. Maar als je op scholen zit, wat ik heel fijn vind, want daar begint het ook al. En ja, we zijn net al, ook die docenten die moeten heel erg veel. Maar als je dit op scholen kan doen met kinderen, heel laagdrempelig, want ze zijn wel bang. Dan merk ik wel, als ze hebben, oh, er komt een rouwtherapeut. Dan denk ik, ja, in feite wil ik niks meer doen, dat is gewoon mens tot mens. Dus je bent ook op school, die leraar is ook een mens, die boer is ook gewoon een mens. Vorige week zag ik een programma van de politie op televisie. En er wordt ook heel veel tegen politie gereageerd. En ik vond het zo mooi dat zij zei, wij zijn politie, maar onder dit pak zit gewoon een mens. En dan denk je, ja, dat ben ik ook. En dat ben jij ook. En dat zijn wij allemaal.
En of je nou 7 bent of 100, maakt eigenlijk niet uit. Wij zullen toch samen, als mensen, daarin met elkaar iets moeten. Buiten die boot heb je nog meer methodieken om... Eigenlijk zitten alle methodieken in die boot, maar dat voert te ver om dat nou te... Hij is ook uitgetest met mijn collega's in de landen. Ik weet niet, jullie hebben vorige week ook een stukje van Hans-Peter Jung in de krant gelezen. Dus daar huis was in Afferden, die ook ervoor staat, bijvoorbeeld, ja, dat gaat over zorg. Die mag in plaats van 8 minuten een kwartier per patiënt gebruiken van de VGZ. Want daar heeft hij mee bewezen dat hij 3 ton in zijn praktijk bezuinigt per jaar. Maar het bijkomstigheid was dat Boksmeer ziekenhuis dan niet zoveel doorverwijzingen krijgt. Noodlijdend is, dus hij moet stoppen met dat project. Nou, Hans-Peter Jung praat aankomende zondag ook. Dus hij is er ook bij. En ja, waar, dit zijn natuurlijk onzinnige dingen. Ja, daar kan je ook boos over worden. En dat kan ik ook heel goed. Ik ga niet als een boer met een trekker de straat op, die heb ik ook niet. Maar ik kan heel lang daarin gaan vechten. Als het dan daarover gaat, dan kan ik in gevecht gaan. En op een gegeven moment komt er dus ook een moment, denk ik, ja, kan ik wel blijven vechten, maar dan gaat mijn gezondheid, mijn boot, slaat daarvan overhoop. Dus hoe dan? En ja, daar een balans in vinden. Dat is voor jou en voor mij en voor allemaal zo. En wat dat betreft zit je op schone natuurlijk het best, wat jij al... Ja, niet het beste, maar ja, het is mijn wens dat we het ooit op scholen zover krijgen dat kinderen al heel vroeg leren dat gewoon gevoelens er mogen zijn. Want dat is, boos zijn is dus inderdaad niet gehoord worden, niet erkend worden of heel veel verdriet wat geen weg heeft mogen hebben of heel veel zorgen die je niet kan delen. En dan komt die boosheid eruit. En ja, dan, nogmaals, ik vind het fijn als ik die zie, want dan is het duidelijk. Er zijn er ook bij die vreten het zelf op. En die is blijven, dan komt die van binnen en ja, weet ik, dat zijn meer ellende. En die zie je ook niet zo, helaas. Dus ik hoop eigenlijk ook dat mensen het gewoon nog gewoon mogen zeggen en dat het gewoon mag zijn. Even over Maxima, mag ik daar nog één? Nou, Maxima heeft ook zo'n boot en haar zus is vorig jaar overleden, dat weten jullie ook, in juni. En nou ja, ik zag Maxima 2 weken daarna weer op tv, 1 traan geloof ik. En daarna ging ze haar werk weer oppakken. En toen dacht ik, hey, die vaart met haar boot helemaal naar rechts. Wanneer zal die eens een keer de andere kant aan? Nou, het was november, maar nog een half jaar daarna, toen had ze daar een probleem. Hè. Dan kon ze even niet werken. Dat is dus ook wat in die storm, in die onrust zit. Dus, ik zou heel graag ook een keer met Maxima, kan je dat niet echt regelen? Ja, ik heb er wel een lijntje op. Als zij nou dit eens zou zeggen, wat zou dat voor ons betekenen? Ja, veel meer rust in ons leven toch? Ja. Want dan mag het gewoon, dan is het gewoon. Ja, ja, precies. Nou heb jij sessies met mensen die je helpt, die je begeleidt. Dat zijn dingen die ga je volgens mij niet in je koude kleren zitten. Neem jij dat soort dingen mee naar huis? Of kan jij op het einde van de dag zeggen van zo, nou ga ik... Ja, ik heb een praktijk aan huis en er zit een hele goede deur tussen zakelijke en privé. Ja, tenminste als het over mensen gaat, over de verhalen van mensen. Want aan die boot hangt een, weet je, zo'n reddingsboei, zo'n witte met rode. Ja. Die hangt aan die boot. Nou, die krijg ik dan even tijdelijk als ze bij mij zijn, dan mag ik hem even opvangen. Dan varen we naar een veilige haven waar alles, waar we dan maar dat plekje hebben waar mensen dan zeggen, leg het allemaal neer. Dan denk ik, nou oké, daar. Maar als mensen naar huis gaan, krijgen ze wel een eigen reddingsboei mee terug. Mm. Maar anders wordt mijn boot veel te zwaar. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat wil ik ook niet. Maar je kan echt, als je dan zegt van, ik ben klaar en ik trek die deur dicht, dan ben je het kwijt? Ja, goed. Ja. Het zou een koude kikker zijn als ze zo zou zijn. Nee, maar niet in die mate dat ik het niet kan. Als het zou helpen, dat mensen wat bij mij zouden leggen en het zou voor hun helpen, dan zou ik zeggen, geef maar een beetje bij mij. Je kan nog wel wat hebben. Maar het helpt de ander niet om het mee te nemen. Dus het is ook oké. Nee, maar dat klinkt heel makkelijk, hè? Zo. Ja. Het helpt niet om het mee te nemen. Maar het ligt een beetje aan als het mezelf, mijn persoonlijke stuk raakt. Want ik ben ook maar mens weer. En het is ook wel eens met tijden, als er iets in mijn leven gebeurt wat moeilijk is, dan moet ik even gaan nadenken, hé, welke kant vaart die voor mij nou op? Want dat is ook met die lifeboat zo. Die gaat er ook in eerste instantie vanuit dat je eerst even moet weten van, ja, hoe doe jij dat? Want als je het niet kan, of ja, jouw boot slaat overhoop, of juist, je hebt het nooit geleerd om erover te praten, ja, dan ga je dat ook niet doen. Hmm. En er is niks mis mee trouwens, hè? Er is niks fout. Op die hele boot waar je op vaart is niet erg. Maar vaak is het verschil tussen mensen wat niet wordt begrepen. Nou, gaan we net over, bijvoorbeeld. Ja. Hoe fijn is het dat er begrip voor zou zijn? In hoeverre is
want dan gaan we even een switch maken. Muziek, ja. een uitlaatklep voor jou, om de boel eens eventjes lekker te vergeten. Ja, muziek is tweede taal, toch? Zeker. Voor mij, ja. We hadden net ook een paar. Hoe mooi is dat? Ook in het mooie stuk, dat je mensen kunt vermaken met muziek. Maar ik weet niet hoe dat bij jou is, maar mij raakt muziek ook. Ja, absoluut. En dat zal bij jullie ook zo zijn. Er zijn muziekstukken of iets wat je ooit ergens hebt gehoord, maar waar dan ook in één keer binnenkomt, waar je denkt van, oh ja, dat was toen. Muziek is emotie. Emotie, ja. Ja. Maar ook, je kan het er ook mee oproepen, hè? Want dat, ja. dat doe ik ook. Dat is ook weer zo'n tool in de boot. Van ja, als je het moeilijk vindt om jouw emotie te raken, dan zet ze even een liedje op. Ja. En dan komt het wel. Maar vaak denk je, oh, dat mag niet, want dan juist die tranen die mogen eigenlijk niet. Ja, wie heeft daar ooit verzonnen eigenlijk? Ja. Ik weet het niet, maar wij hebben... Ja, bij ons hing thuis ook een bordje aan de muur. Niet lullen, maar poetsen. Ik denk dat dat voor de meesten hier zo is. Ja. Dus mijn boot vaart ook heel graag naar die andere, naar die kant. Maar ja, dat maakt dan ook die afleiding voor mij ja, een hele mooie balans in mijn werk en wat ik doe. Nou heb je heel erg lang bij Semper Unitas gezeten in Sandbeek. Nog steeds? Nog een week of zo? Vijf dagen? Ja, een paar dagen, ja. Je hebt met Kerstmis het afscheidsconcert, hè, samen met jouw man. Ja. Waarom stoppen jullie eigenlijk? Dat is een heel lang proces. Ja, dat doe je ook niet zomaar. Maar in Zandbeek is voor ons is Zandbeek gewoon verbinding. En iedereen die bij Semper Unitas zit, die weet ook dat samen één, dat zeggen ze ook altijd, en dat is ook altijd zo geweest. Dus om ergens los van te gaan, als je zo erg verbonden bent, ja, dat doet echt heel erg zeer. Ja. En dat doet er bij ons ook, dus we hebben er best wel over gehad. Een bootje. Ja, dat bootje heb ik ook, dat herken ik wel. Maar daarom is er soms beroepsdeformatie, daar moet ik weer voor opletten. Ja. Maar ik woon al 30 jaar in Meerlo. En we hebben 4 kinderen, die zijn intussen, die bleven altijd bij mijn moeder. Als wij naar de repetitie gingen, dan zitten er nou ook 2 bij die club. Maar ook 2 niet. En eentje woont in Rotterdam. En nou, 1 en 1 is 2, ja. Wanneer komen wij dan nog in Rotterdam als ik door de week dit doe? Mm. En in het weekend elke week repetitie heb. Dus dat is een hele grote reden om te zeggen van nou, een keer is het klaar. Ja, wanneer is dat moment? Ja. Zo moeilijk. En ze hebben geen Semper Unitas in Meerlo om het wat makkelijker te maken? Wel een fanfare, maar daar hebben ze geen clarinetisten nodig. Ja. Nee, maar het is... Wij hebben op een gegeven moment besloten te stoppen. En wat ik nou heel erg voel en ook denk te weten, maar ja, dat vul ik dan in. Kijk, wij gaan dadelijk een invulling geven aan onze tijd. Maar diegenen die achterblijven, die ervaren het gat. En daar ben ik me wel heel erg van bewust. Ja. Dat ontroert mij ook wel. Komt niet gewoon een nieuwe klarinetist bij? Ja, dat vult wel op. Ja. Jawel, dat vult wel op. En ze doen dat goed. Ja. En wij kunnen... Met heel erg veel plezier op alles terugkijken. Dat vind ik heel erg waardevol. Maar het wordt wel een zwaar concert, denk ik, de 25e. Nou ja, wat ik net zei, ik vind het niet zo erg om die tranen los te laten. Dus de doos tissues, die staat vast onder de stoel. Die neem je mee. Maar ja. Het gebeurt als het gebeurt. Maar ja, het zal heel intens zijn. En ik vind intens kan ook heel erg mooi zijn. Ik vind het niet erg als ik die tranen loslaat en... Ja, vreugde en verdriet ligt dan heel dicht bij elkaar, denk ik. Ja, en je bent niet bang dat ze toch nog gaan proberen om je over te halen? Oh, dat hebben ze al gedaan. Ja. Vast. Dat stond ook in de krant vandaag, hè, van RMS. Ik heb nog geen ja of geen nee gezegd. Daar had René onthouden. Zeg nooit hoe bootjes varen, want de bootjes kunnen altijd links en rechts weer terug. Ja. Maar voor nu is het oké, okay. Ja. Ja. Ja, hier precies. Is het goed, ja? Daar moet nog volgen. Ja, ja. En dat komt ook wel goed. En dat komt wel goed, denk ik. Ja, precies. Ja. Nou, wordt spannend. Ja, ja. Dank je wel. Lieke. Ja, ik wilde eigenlijk nog vragen, want je zei net, het is mijn droomwens dat kinderen leren om hun emotie te uiten. Wat heb je nodig om dat... Wat heb je nodig? Kunnen we iets doen? Kunnen we iets bijdragen? Ja, ik denk dat wij, als wij met z'n allen... als je een veilige haven hebt, bied een veilige haven. Vraag naar, hoe gaat het met jou? En dan gaat het niet over de buitenkant met van die boer op zich. Maar hoe gaat het met die boer van binnen? Of dat kind? Of we hebben allemaal wel iets. En dat oprechte, de oprechte interesse
ja, je hoeft geen dokter te zijn om een pleister te pakken. Ben niet te bang om te vragen hoe het met, echt met iemand gaat. Hetzelfde wat die dokter Jong deed. Dus als ik een kwartier heb, zei hij, dan kan ik vragen hoe gaat het met u in plaats van wat kan ik voor u doen. Ja. Dat is een heel groot verschil. Dus vraag het. Het is bijna kerst, dus vraag gewoon aan iedereen hoe gaat het met u. Maar wel de tijd nemen om dan ook echt te luisteren. Dat is wel gehoord worden, hè? Ja. Ja, dat is toch ook dat Dirk de Wachter ook zegt van de psychiaters en psychologen hebben het zo ontzettend druk. En dat komt alleen maar omdat we niet aan elkaar vragen hoe het echt met iedereen gaat. Zo klopt. Ja. Dus dit is eigenlijk een heel mooie kerstgedachte dit, hè? Om, nou, om met kerstmis te vragen van hoe gaat het met onze boeren? En met carnavalsmaandag, als iemand van zijn paard of donder te vragen, hoe gaat het? Goed zo. Ja. Met 500. Ja. We gaan afsluiten. Ik dank jullie met z'n drieën voor jullie komst, voor jullie mooie verhalen vandaag. Volgende maand zitten we weer gewoon op de laatste vrijdag van de maand. De 31ste zeg ik even uit mijn hoofd, dus het gaat wat langer duren dan deze keer geweest is. Ik ga iedereen een hele fijne kerstdagen wensen en een heel fijn uiteinde en de beste wensen voor volgend jaar. Wij zien elkaar straks weer en ik heb nog één huishoudelijke mededeling. We moeten er als een sodemieter uit, want de zaal moet verbouwd worden. Dus we moeten daar wat gaan drinken. Ik dank jullie voor de komst. Goed weekend allemaal.